De legendarische uitgever Martin Ros, een onvervalste katholiek, ging voor zijn plezier naar de landdagen van de SGP. Deze Roomse snuiter voelde zich bijzonder op zijn gemak tussen de mannenbroeders van de Zwarte Kousenkerk. Vooral als de samenkomsten werden opgevrolijkt door sigaren en zeer oude jenever. Martin Ros was net als ik gek op het oud-testamentisch taalgebruik in die kringen. Ik ken het milieu van SGP en Wilco Boender als mijn broekzak. Alleen vrees ik dat ik wat minder conservatief ben. Ik noem mezelf graag anarcho-liberaal. Geen idee wat het is, maar het klinkt goed. En ik heb wat andere ideeën over drugsgebruik, abortus en de Griekse beginselen. Plus, ik mag graag vloeken als een ketellapper. Intellectueel gezien ben ik meer van de school van de door Roelof Bouwman genoemde conservatief Jerome Heldring, die ik graag mocht lezen in het NRC Handelsblad. Heldring schreef eens dat er mensen zijn die nog liever beschuldigd worden van brandstichting dan voor conservatief te worden uitgescholden. Mannen zoals Heldring en Hilteman worden niet meer gemaakt. Sterker nog, ze zouden nu door de wokewappies en extreem links worden afgereserveerd als nazi's. Om maar met de historicus Huizinga af te sluiten. Het waren te wensen geweest dat een groep van politiek gescholden den moed hadden bezeten zich conservatief te blijven noemen in de waardige zin van het goede te willen behouden en de traditie niet roekeloos te willen prijsgeven voor de mode van de dag. En zo zijn we weer terug bij Wilco Boender. Offer de traditie niet op voor de waan van de dag. En dat kan heel goed zonder God en gebod.